Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5 LSPD van Amor en vandaag gaan we op pad met de Rapid. Dat is mijn collega, die gaat nu ergens naartoe. Geen idee waar naartoe. Vandaag met de XC40 Rapid Responder. De 381 zijn wij vandaag. En wat een super gaaf ding gemaakt door Enno Mods. Shoutout naar Enno. En te downloaden is die. Dus dat is wel tof. Wij openen hem even. Wij gaan eens even kijken. Even kijken of we van binnenin al iets kunnen zien. Een schermpje, ja, en daaronder, je moet even kijken of je het ziet, ja, bij mijn rechterhand zit het bedieningspaneeltje voor blauw en zo, want die gaan we nu ook even aanzetten. Dit is blauw, witte flitsers in de grill, is toch altijd net wat beter zichtbaar. En dan hebben we nog oranje, en die moet even zo, ja, en dan hebben we nog groen. En voor de rest zitten er nog werkspots in het echt op, maar waar die precies zaten, ja, dat weten we nou niet precies. Dus dat komt er hopelijk of ooit nog wel een keer op. Voor nu, Rapid Responder dus. Ik zou zeggen, we wachten rustig af tot we de eerste melding hebben. Tot dan. U zegt het over. Ja, hebben hier een kerel die met zijn kop tegen het raam van onze dienstauto aan is geslagen. Is zojuist even buiten bewustzijn geweest. Is nu weer aanspreekbaar. Weet niet wat er gebeurd is. Weet niet hoe die heet. En welke dag het vandaag is. Nou, hij ligt nog op de grond, over. Is niet zo mooi. Ik kom die kant op over. User left your channel. Microphone muted. Nou mensen, jullie horen het. Eerste melding voor vandaag. Jongeman, oude man, geen idee eigenlijk. Die was een beetje moeilijk bij zijn arrestatie. En die dacht, laat hem met mijn kop maar tegen het raam van de politiebus slaan. Met alle gevolgen van dien. Namelijk dat hij buiten bewustzijn is geweest. Weet even niet meer welke dag het vandaag is, et cetera. Jullie hebben het al gehoord. Waarschijnlijk door de overdracht van de politieagent. We gaan die kant op en die zal waarschijnlijk wel even mee moeten naar het ziekenhuis. Maar de vraag is, kan dat bijvoorbeeld ook met de politiebus? Of moet ik daar een ambulancebusje dus voor laten komen? Sowieso niet in mijn Rapid, dat is wel één ding wat zeker is. Ik heb op dit moment ook geen vrije ambulances, denk ik. Oh, dat is tegen de toegang, geloof ik. We zetten ons op status ter plaatse. Nou, we gaan eens kijken. Wacht even. Ik ga even mijn voertuig opslaan, anders is hij dadelijk weer weg. Morgen, majesteit. Goedemorgen. Hey, daar ligt hij. Hij ja, een beetje verwarde spraak. Hij zegt dat hij misselijk is, hoofdpijn. Verwarde spraak had hij van tevoren niet? Nee, hij was gewoon helemaal bij, maar hij geeft niet aan dat hij moet overgeven in ieder geval. Oké. Okay. Maar die verwarde spraak. Ja, hoest de hele tijd tussendoor en Goeiedag meneer. Hallo, ik ben Wim, ambulance dienst. Wat is er gebeurd? Weet je dat zelf? Politie. Politie, ja, die staan hier inderdaad. Ja. Of hebben ze iets gedaan? In de auto. In de auto, en dat ging niet zo goed geloof ik hè? Het knallen met die hoofd tegen het raam. Dat weet ik niet. Dat weet ik niet meer, nee. Oké, wat zie ik op het eerste oog aan het hoofd? Niks. Niks, oké. Okay. Geen zichtbaar letsel. Oké, goed. Nou, hij heeft zelf met zijn kop vanuit de binnenkant tegen het raam aangeslagen. Oké. Okay. Maar nog niet doorheen, hè? Nee, ik zie niks in het raam. Goed. Meneer, ik ga wat controles bij je doen. Heeft u het gevoel dat u misselijk bent? Ja. Heeft u ook... Hij heeft nog niet hoeven braken, hè? Nee. En dan gaat hij met ademhalen. Afwisselend, niet goed. Niet goed, oké. En wat is voor uw gevoel niet goed? Waar heeft u last van?
Zwaar adem. Oké. Okay. Merkt dat u wat moeite heeft met praten? Heeft u dat normaal gesproken ook al? Nee. Merkt u het zelf ook dat u moeite heeft met woorden te zoeken of zo? Beetje. Oké. Okay. Als ik naar jouw gezicht kijk, zie ik daar dan iets qua afwijkingen. Denk aan krachtsverlies, één zijde, scheefhangende mond of zo. In ieder geval wegtrekkende kleur en verslapping in de spieren. Ja, ik zou toch graag even een ambulance deze kant op hebben voor transport over. Ja, transportje gaan we regelen, 381 MK. Oké, okay. Zitten zijn handboeien nog om? 381 MK. Ja, zeg maar. Die zitten nog. Ja, ja. Nummer A1. A1, gaan we regelen, 381 MK. Handboeien zitten nog om, hè? Oké. Okay. Ja, wil je die af hebben? Hij, ja. Ja, doe maar. Toch even wat testjes verder doen. Ja, Michiel, die live... wil jij eens even af? Burger, die lifepack zit er inmiddels al een tijdje aan. Heb jij nog waardes voor mij? Hartslag van ongeveer 55 per minuut. Pols is wel oké. Okay. Ja, zelfs. Als. Bloeddruk nog iets geks? Bloeddruk is gewoon normaal. Oké, okay. Goed. Meneer, ik ga even beide handen aan u geven en dan mag u eens even met de linker en de rechterhand in mijn hand knijpen. Dus doe eerst maar eens hier links. Wat? Knijp maar eens heel hard. Knijpen. Oké. Okay. Yeah. En dan met rechts. Knijp ook maar eens heel hard. Ik kan niet hard knijpen. Ja, maar knijp gewoon hoe hard je kunt. Ja. Is de afwijking hier? Positief. Oké, okay. Had je dit al in de thuissituatie, meneer? Krachtsverlies? Ik sta al veel in de sportschool. Ja, oké, okay. Dus dan is het niet zo dat je met links, ik zeg maar iets, 10 kilogram op kunt tillen en met rechts maar 2, hè? Lijkt me niet. Nee. Oké, okay. Goed. Ja. Dan hebben we toch wat, wat afwijkingen neurologisch en dan wil ik u toch even insturen naar het ziekenhuis. Dat kan echter niet met mijn auto, dus daar heb ik een busje voor nodig. Die gaat als het goed is deze kant op komen. Dus ziekenhuis? Ja, daar moeten we wel even heen. Maar ik heb haast. Ja, ik ook. Als ik het zo zie wat u allemaal heeft, dan wil ik u snel in het ziekenhuis hebben. Maar u ging anders toch nergens heen behalve het politiebureau, denk ik. Nee, ik heb haast. Ik heb politie... Ja, die hebben we al te pakken, dus je hoeft niet meer vluchten. Michiel, was jou gefouilleerd of niet? Positief. Oké. Okay. Voor mij een... hebben jullie voor mij een idee of zo, ID? Geen idee. Alsjeblieft. Ja, dank je. Oké. Okay. Blijf er even bij zitten, maar ik ga alvast even bellen naar het Erasmus dat hij er zo aan gaat komen. Meneer, als u misselijk wordt of moet braken, geef het even aan. Ja. Blijf maar even rustig zo liggen. Ja. Op dit moment lijkt het dus dat iemand krachtsverlies heeft, heeft moeite met, hè, als we gaan kijken naar die fast test, face is afhangende mondhoek, armen, ja, krachtsverlies aan de rechterzijde, spraak is verward en time, ja, het is dus een, ongeveer 10 minuten bezig, dus wel in de acute fase nog. Dat betekent dus dat ik hem al ga aanmelden voor een CVA-protocol. Maar even, het kan dat als je je hoofd heel hard stoot, dat je daar een... Jongens, draai hem even op de zij als je wil. Ja. User was moved to join your channel. 81 staat in de koppeling met 108, de transporthandel. Ja, dankjewel. Godverdamme, wacht, ik pak even aan het schoentje, want... Laat hem maar even goed op de zaai, jongens. Laat hem maar even zo liggen. 108 komt uit. Geen brief. Ik heb voor jou een mogelijke CVA. Ik heb je graag deze kant op gewenst. Het is al aangekondigd bij Erasmus voor het CVA-protocol. Oké, okay, dus puur alleen transport? Ja. Oké, okay, waar zit jij? Ten noorden van de stad? Nee, dus postcode 571. Je kunt mij ook een game aanhouden. Oké, okay, check. Ik ben onderweg. Yes, moet jij van ver komen?
1.8 mijl. Geen idee hoe ver dat is, maar tot zo. Tot zo. Oké, meneer. Ik ga u even alvast in een fuus prikken. En als ik dat heb gedaan, krijgt hij een andere arm ook al in een fuusje van me. Dus u krijgt er twee. En is de ambulance zo te plaatsen. En die gaat hij naar het ziekenhuis brengen. Ja. Kom een prikje nog, niet schrikken. Ja. 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 Ik ben met 2 minuutjes te plaatsen. Microphone activated. Dat is begrepen. Microphone muted. Waar was ik ook weer? Ja, dus ik wil hem zo snel mogelijk naar het ziekenhuis hebben. De scan in en dan kunnen ze daar gaan kijken. En waarschijnlijk is het een bloeding. Je kunt natuurlijk, daar komt de ambulance, onderscheid maken tussen een bloedig 7 jaar. Dus een beroerte is het eigenlijk. Hè? Ik noem wel steeds 7 jaar, maar beroerte. En een onbloedig. Ja. Dus een bloedpropje wat nou, vast komt te zitten. Maar ik vermoed dat het nu een bloeding is, omdat hij zich echt wel hard dan met zijn hoofd heeft gestoten. Misschien nog een schedelbasisfractuur. Ja, ik wil dat even snel uit. Dan ga ik kijken of hij misschien een deuk in zijn hoofd echt heeft, in zijn voorhoofd. Ik kijk nog even naar je voorhoofd. Heb je daar een deuk in zitten? Positief. Ja. Oké. Meneer, er komt nog een prikje in de andere arm. Ja. Nog een prikje. Meneer, was u in het verleden al met ziektes bekend of iets? Nee. Nooit iets gehad qua ernstige ziektes, een griepje is altijd, hè, maar dat allemaal niet? Weet ik niet meer. Weet ik niet meer, dan zal het ook niet zo zijn. Heeft u, slikt u ergens medicatie voor? Melatonine. Melatonine, waarvoor is dat voor? Voor slapen. Oké. Okay. En even kijken, ben je ergens allergisch voor, dat we moeten weten? Negatief. Oké, goed. Chris, ik heb voor jou, deze meneer is aangehouden door de politie, maar niet heel veel uit waarvoor. Zat in een politieauto achterin en begon met zijn hoofd te tikken tegen het raam. Agenten hebben hem eruit gehaald, waarna hij eigenlijk oud is gegaan. Hij is bijgekomen, misselijk braken, ja, of in ieder geval misselijkheidsklachten had hij. En hij is daarna begint te praten met een verwarde spraak. Voorgeschiedenis is blanco, slikt dan alleen medicatie voor te slapen. In de A is hij wel volledig vrij, hij ligt nu wel even op de zij omdat hij net moest braken, maar ja, goed, dat komt er allemaal netjes uit, houd dat dus wel even in de gaten. Ademhaling, hij heeft wat moeite met ademhalen, adem wat zwaarder, saturatie verder goed. Misschien dadelijk nog wat zuurstof voor onderweg. In de C pols van 55, regulair, tensie is 120, 80 is gewoon in orde. In de D heb ik de fast test gedaan, mondhoek afwijkend, rechtskrachtverlies, spraak dan verward en is ongeveer 10 minuutjes bezig. Pupillen reageren wel goed. Hij heeft ook een een deuk in zijn voorhoofd, dus mogelijk ook wel een schedelbasisfractuur op basis van dat geklop. Daarom die bloeding misschien ook. Ik heb het Erasmus voor je gebeld en je kunt er terecht. Oké, dan gaan we spoedtransportje neem ik aan. Yes. Ja, ik zie wel agenten met kogelweer in de vesten staan. Dus ik neem aan dat een van de agenten bij mij meegaat. Als ik de situatie van hem inschat, gaat hij niet zo snel ergens heen of iets doen. Nee, dat snap ik. Echt heel erg krachtverlies. Maar inderdaad, de reden van de kogelweer in de vesten ben ik ook wel benieuwd naar. Ik weet niet of de politie ons iets moet vertellen hierover. Nou, kunnen wij in het kader van het onderzoek nog geen uitspraak over doen? En in het kader van onze veiligheid? Ja, dan gaat er iemand met u mee. Oké, heb jij hem gefouilleerd? Hij is gefouilleerd, ja. Okay. Niks bij zich. Oké, goed. Ja, Chris, duidelijk. Ja, dat wou ik even weten. Dan, goed. Dus Nick? Ja, dan mag Stan wel mee. Maar rij ik erachteraan. Ja. Meneer, ik heb er trouwens twee in fusie al, links en rechts. Oké, top. Meneer, ben je er nog? Ja, hallo. Wij gaan op de brancard. We zullen u een beetje rechterop zetten. Als u dan moet overgeven onderweg weer, dan kunnen dat in ieder geval gaat dat wat makkelijker. En dan gaan we even met de collega's, dat is Chris hier, even naar het ziekenhuis. Ja. Ja?
Hoeft verder niet heel veel te doen. We doen gewoon even helpen met op de brancard te komen. Dus dat regelen wij allemaal wel. Ja. Oké, als jullie even aan die kant kunnen scheppen, dan schep ik aan deze kant. Yes, check hier. Hier zit die ook vast. Nou, op 3 tillen, 6 brancard. 1, 2, 3. En 4, 5 en 6. User joined your channel. Wim, ik neem aan dat jij niet meegaat naar het ziekenhuis. Nee. Oké, okay, duidelijk. Microphone activated. Ik zit nog wel mee, geef de bericht over. Dan voor wetenschap. Bedankt voor het team. Ik geef het naar MK door. Top. Zo 8 jaar geleden behandeld over. 8 jaar geleden, dat is wel lang geleden, 8 jaar. Ik heb mezelf vrij gemeld en een spraakaanvraag gedaan. Ik heb gemeld dat er 102 transport gaat doen. Nee, 108, wat is het? 381. Ja, patiënt behandeld gaat met de 100... ja, wat was je ook alweer, Chris? 108. 108, dan had ik het toch goed. 108 mee naar het ziekenhuis en ik ben weer vrij. Ja, de 108 gaat vervoeren en de bed weer vrij. Dat is vernomen. Jij zou bij de ambu in zitten. Het is fictief. Oké. Okay. Nou, jullie kunnen ook weer op een eentje. Ik verstond niks van wat de meldkamer zei. Maar ik geloof hij zou me weer in mijn desbetreffende kanaal slepen. Dus dat is mooi. En dan hebben wij na een geslaagde inzet de eerste afgerond. En dan gaan we retour post, want dat mogen we dan. Geen vervolgmelding zit. Mooie auto dit, hè? Oh. Welke? Die waar ik in rij. Nee, Golf 7. Ah joh, deze is ook mooi. Ach. Dat is Jasper die jullie op de achtergrond horen. Ik zou mijn hond er nog meer laten schijten. Nou ja, dat is heel aardig, want we zijn aan het opnemen. Joe. Even kijken. Ik zal me niet in de video laten horen wat... oh, mijn stuur stopt er mee. Nee, mijn stuur stopt er niet mee. Stopt hij er wel mee? Nee, hallo, wat gebeurt er? Ah, dan rijden we even snel de rood. Nee, we gaan retour post en ik ben benieuwd wat we nog gaan meemaken. Tot zo. Collega van de BOA is neergeknuppeld of zoiets.